Vrijheid. Hetgeen waar we jarenlang niet over na hoefden te denken, is nu opeens top of mind. Door het sluiten van de horeca, het hamsteren in de supermarkt en het sluiten van de sportscholen is er voor iedereen een vreemde en misschien ook wel een onzekere periode aangebroken. Toch is het juist de kracht om juist in deze periode te blijven denken in mogelijkheden en oplossingen. Zoals Johan Cruijff altijd zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat vond ik een hele mooie inleiding voor deze video. Daarom presenteer ik in deze video 6 tips waarmee jij deze negativiteit van de coronasituatie kan ombuigen naar iets positiefs. Dus laten we snel beginnen. Tip nummer 1 is de tip voor de mensen die opeens thuis komen te zitten en dus thuis aan de slag moeten. Ik kan me voorstellen dat thuiswerken, ja, ik kan het heel goed, maar er zijn heel veel mensen die dan tegen mij zeggen, nee, dat kan, lukt me echt niet. En ik ga dansjes doen in mijn pyjama en ik ga de kat nog 4 keer voeren en dat soort dingen. Tja, je zal toch echt moeten werken nu. En de beste tip die ik voor je heb op het gebied van productiviteit is dat je een plekje zoekt zo ver mogelijk van je slaapkamer vandaan waar je in rust kan werken. En mocht het nou zo zijn dat jouw partner ook thuis werkt, of je vriend of vriendin, of wie dan ook, je oma of je opa, dan zou ik je willen adviseren om 2 verschillende plekken aan te nemen. Dus bijvoorbeeld als zij links zit, ga jij rechts zitten. En plan dan ook pauzes in, zodat je lekker met elkaar kan lunchen, ontbijten en dineren. Want thuiswerken is ook wel heel erg fijn. De tweede tip die ik heb is een tip voor de sportieve mensen onder ons. En ik voel me daar enerzijds een beetje aangesproken door, anderzijds ook niet. Ik ben het type die in de sportschool komt, regelmatig, 2-3 keer in de week. Maar anderzijds eten wij ook heel graag brownies, chocolade, pizza, dat soort dingen. Dus ja, ik ben wel een sportief type, maar volgens mij doe ik het meer om te compenseren. Als jij nu thuis zit en je hebt zin om te trainen en je hebt echt geen idee hoe en wat. Nou, ik moet zeggen, de laatste tijd is het echt super lekker weer. Dus neem dat zonnetje lekker mee. Ga buiten lekker hardlopen of ga lekker jumping jacks doen. Ga een rondje fietsen of een blokje omwandelen, want dat is ook goed voor je productiviteit. En zo'n wandeling in de buitenlucht doet iedereen altijd goed. En mocht je nu een sportief type zijn, maar helemaal geen zin hebben om buiten te sporten, kijk dan eventjes rond op Instagram, want er zijn heel veel sportscholen die dus nu online trainingen verzorgen. En anderzijds kun je natuurlijk ook op YouTube terecht voor de allerbeste oefeningen met lichaamsgewicht. Een ander voordeel van thuisblijven, en dan komen we bij tip nummer 3, is dat je niet in de file hoeft te staan. En dus ook geen gezeik hebt met vertraging, een ongeluk of whatsoever. Dus daarmee bespaar je ontzettend veel tijd die je dus nu in heel veel andere dingen kan steken. Voor de ondernemers die nu kijken, misschien heb je een website die eigenlijk nog van het prehistorische tijdtype is. Die nog bijna rooksignalen afstaat of zo. Dat zou zomaar kunnen. Of je hebt misschien nog helemaal geen website. Dan is dat de perfecte tijd om aan je website te gaan werken. Of neem eens even een kijkje op je profiel. Ook voor de mensen die op zoek zijn naar een baan. Voor de mensen die in loondienst zitten. Er is altijd wel iets te optimaliseren. Dus kijk eventjes naar je LinkedIn profiel. Heb je bijvoorbeeld nog wel een representatieve foto op je LinkedIn staan? Of is je samenvatting al 4 jaar oud? Dan is dit de perfecte tijd om daar wat mee te doen. Tip nummer 4. En ik moet hier een beetje om lachen, want ik had dus eigenlijk een verjaardag dit weekend, maar het is compleet afgeblazen door deze hele situatie. Want ja, mensen mogen niet meer samen zijn en op afstand een blokje kaas en een blokje worst eten is ook niet je van het. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop je iemand kan laten weten dat jij die persoon waardeert. En dat je die persoon kan feliciteren en dat soort dingen. En natuurlijk heb ik in mijn Valentijnsvideo ook al gehad over greets en dat soort dingen. Die kennen we allemaal. Je kan natuurlijk een kaart sturen en een taart sturen. Dat is allemaal super fijn. Daar zou ik ook zelf heel erg blij mee zijn. Maar wat je ook kan doen is een cadeaubon geven. En hiermee help je dus niet alleen maar degene die jarig is, want die maakt je blij. Maar je helpt hier ook een ondernemer bij. Dus kijk even rond naar bedrijven waar jij vaak komt. Die jou leuk lijken en die misschien ook al bij die persoon zouden passen. En koop daar een digitale cadeaubon van die je eigenlijk per mail naar iemand kan toesturen. Of per post, dat kan natuurlijk ook. Eén van de twee, zodat je daar niet naartoe hoeft. Want ja, dat is nu eigenlijk een beetje oud en boze. Maar zo maak je diegene toch heel erg blij op zijn of haar verjaardag.
voor de ondernemers die kijken en die denken van... Ja, maar ja, in deze periode ga ik toch helemaal niks verkopen. Dat is complete onzin. Ik denk dat er op dit moment niet een betere tijd is om dingen te verkopen. Want er zijn ontzettend veel mensen die hulp nodig hebben met het online zichtbaar zijn. Het creëren van een webshop voor hun product. Jij als bedrijf of ondernemer kan daarmee helpen. Dus ga vooral niet jezelf verstoppen. Maar laat jezelf gewoon zien. Want iedereen kan wel een steuntje in de rug gebruiken. En al is het alleen maar iemand verbinden aan bijvoorbeeld een wedstrijd wat ik vandaag nog heb gedaan. Of iemand verbinden aan een nieuwe job. Of een interessante vacature. Of wie dan ook. Help elkaar een handje. Hoe mooi zou het zijn als we met z'n allen door deze periode heen kunnen komen. Last but not least is tip nummer 6. En deze tip is voor de studenten of voor de feestbeest onder ons. Want ja, de horeca is dicht. Je kan niet meer ergens buiten een biertje of een wijntje of een feestje bouwen. Maar wat je wel kan doen is de app Houseparty downloaden. Ik heb hem gisteren gedownload, want een vriend van mij zei ook van ja, we zouden afspreken, maar ja, dat kan nu niet. En toen zei ik nee, maar we moeten in mogelijkheden blijven denken. Dus ik ga hem even zo laten zien. Ik hoop dat het beeld niet weerkaatst of zo. Maar dit is dus de app, Houseparty. En als je hem dus naar beneden slaat, dan zie je dus jezelf. En op deze app kun je dus spelletjes met elkaar spelen. Dat is eigenlijk een soort van FaceTime, maar je kan hierbovenin allerlei verschillende spelletjes met elkaar spelen. En ik denk als jij bijvoorbeeld een flesje wijn voor jezelf koopt en jouw vriend aan de andere kant van het scherm, die koopt ook een flesje wijn of een paar biertjes voor zichzelf en jullie gaan samen een spelletje spelen. Ik denk dat je echt een oprecht leuke avond hebt. Dus download de app Houseparty, want als jij niet naar het feestje kan, dan haal je het feestje zelf maar in huis. Zo, dat waren mijn 6 tips om deze coronacrisis naar iets positiefs toe te buigen. Laat het thuisblijven een relatief klein en kortdurend ongemak zijn met een enorm resultaat. Samen staan wij sterker en kunnen wij levens redden door eventjes zo min mogelijk te doen. Kortom, let op jezelf, was je handen, eet je vitamintjes en laat me eventjes weten welke van de voordelen jij als eerste toe gaat passen. Bedankt voor het kijken van deze video, vergeet je niet te abonneren en ik zie je snel. Doeg!